Welkom bij een nieuwe aflevering van Vaarplezier de serie. En vandaag gaan we het hebben over navigeren. Elektronisch navigeren zelfs. Want vroeger deden we het met dit soort apparaten. Dit is een hele mooie sextant. Maar tegenwoordig hebben we veel betere, betrouwbaardere apparatuur. In elk geval heel veel makkelijker te gebruiken. Je hebt natuurlijk gewoon de zeekaart, zou ik maar zeggen. Of de kaart als je gaat varen. De papieren kaart. De papieren kaart. Waarom heb je dit dan nog nodig? Wat voegt dit toe? Nou, het voordeel van deze schermen is dat je precies ziet waar je bent. De gegevens zijn ook veel actueler. Je kunt ze desnoods wekelijks updaten. Zodat een boei die verplaatst is, die verplaatst zich ook gelijk op je elektronische vaarkaart. En wat ik prettig vind, ja, deze doet het ook als het regent. Ook als het een keer wat harder waait. Want zo'n papieren kaart op een open boot, ja, dat werkt niet handig. Maar behalve zo'n display zou je natuurlijk ook navigatie op je telefoon of op een tablet kunnen doen. Wat is dan hier het voordeel van? Nou, het voordeel van een tablet of telefoon is dat het heel laagdrempelig is. Veel mensen hebben al een tablet of een telefoon, appje erop, kaarten erbij en je hebt een elektronisch navigatiesysteem. Maar heb je dan een dag heerlijk zomers weer, telefoon of een tablet, ja, die kun je dan niet aflezen. En deze schermen, ook vol in de zon, kun je er gewoon aflezen. Mocht het dan toch een keer slecht weer zijn, een beetje regen op zo'n touchscreen, nou, je telefoon doet het niet meer of een tablet. Maar deze schermen, die werken gewoon door. Een van de grote voordelen is dat je deze schermen kunt combineren met andere apparatuur. Bijvoorbeeld een radar, een AIS, zodat je andere scheepvaart om je heen ziet. Je kunt zelfs je motorgegevens aflezen. De windrichting voor zeilers is prettig om te zien. Dus je kunt er heel veel meer apparatuur aan koppelen. En je kunt ze ook helemaal instellen zoals je wil. Kun je eens wat voorbeelden geven van wat je binnen zo'n display dan allemaal kunt instellen, kunt aflezen, kunt zien? We beginnen even met de standaard vaarkaart. Nou, dan begin ik met de meest populaire functie, de vaarkaart openen. Nou, het voordeel van zo'n elektronische vaarkaart is dat we nu precies zien waar we liggen, waar we naartoe varen. Je ziet ook dat de kaart langzaam onder de boot doorgaat, dus je kan keurig zien wat er gaat gebeuren. Stel dat we naar deze jachthaven willen, nou, dan kun je flink inzoomen op de kaart en precies zien wat voor boeien je onderweg tegenkomt, waar de aanloop zit naar de jachthaven toe. Dus zelfs al trekt er een regenbui over, heb je wat slechte zicht, je ziet precies waar je heen wil. Hey, dat beroepsschip, dat zie ik hier nu varen, maar dat kun je volgens mij ook met AIS in je beeld krijgen, toch? Sterker nog, dit is AIS, daardoor zie ik deze boot hier liggen, die zendt dat bewust uit. Dus ik kan heel mooi zien dat die net is overgestoken en waarschijnlijk zometeen de bocht omgaat. Dus dat betekent eigenlijk dat je die informatie al ziet voordat je er bent ook? Precies, dat is het grote voordeel van AIS. Je ziet die groene bootjes varen. Denk bijvoorbeeld aan het oversteken van het Amsterdam-Rijnkanaal. Je komt vanaf Weesp aan. Dan kun je nog niet op het kanaal kijken met je oog. Maar op de AIS zie je keurig al die bootjes aankomen. Dus je weet op wat voor afstanden, met wat voor snelheden. En dat maakt het varen wel een stuk ontspannender. Maar dat zijn dus heel veel mogelijkheden in één zo'n display. Klopt. En dat gaat nog veel verder. Je kunt bijvoorbeeld ook gegevens toevoegen aan de kaart. Als je in het menu de lagen aanzet, ja, dan zie je een hele hoop lagen met extra informatie die je eroverheen kan leggen. Denk dan bijvoorbeeld aan de AIS waar we het net over hadden, maar ook radarbeelden die je over de kaart kan leggen. Normaal ziet een radarbeeld eruit als een soort rorschachtest, maar als je hem over de kaart legt zie je precies, oh dat is een boei, dat is een kaderwand. Je kunt bijvoorbeeld de getijden aanzetten zodat je weet gaat het water omhoog naar beneden, van links naar rechts. Je kunt community edits van Navionics aanzetten, mensen die extra gegevens invoeren. Ja, dat zijn allemaal dingen die je wel met dit soort schermen kan, maar die met een simpele tablet niet gaan. Nou, de tweede functie die heel veel gebruikt wordt is het maken van routes. Een route is gewoon een aantal punten op de kaart en die vertellen je precies hoe lang is het varen naar de volgende sluis. Wanneer moet je overstag, hoe laat kom je aan en dat geeft een hoop rust tijdens het varen. Je kunt bijvoorbeeld verschillende dashboards in beeld zetten. Ik open even het dashboard. Stel dat je je leesbril vergeten bent. Maar je kunt hier verschillende klokken instellen. Hier zitten bijvoorbeeld allemaal brandstoftanks in. Maar ook als je visser bent, hoeveel water zit er nog in bij mijn aasvisjes. Als je nog echt ouderwetse keer wil gaan, de snelweg met GPS-gegevens voor navigeren. Voor zeilers is dit weer heerlijk, want ik zie heel mooi waar komt de werkelijke wind vandaan. De schijnbare wind, mijn snelheid, wat doet de stroming met mijn schip. Al die gegevens kun je heel snel laten zien. Nou, het mooie is, je kunt die gegevens ook gaan combineren. Hier bijvoorbeeld een scherm klaargezet als ik in de haven aan het navigeren ben. Dan wil ik aan één kant mijn vaarkaart hebben. Ik heb hier mijn achteruitcamera, dus als ik naar de steiger toe vaar, kan ik precies zien tot hoe ver ik moet. En daarnaast radarbeelden om ook die objecten te zien die geen AIS hebben. Dat kleine visbootje bijvoorbeeld. En die schermen kun je helemaal instellen zoals je zelf wil. Hey Geert-Jan, ik zou me kunnen voorstellen, want er kan heel veel met zo'n display. Dat mensen misschien al wel van tevoren zeggen, nou dat is allemaal veel te ingewikkeld, ik begin er niet aan. Of dat ze er eentje gekocht hebben en zeggen, ja luister, ik gebruik die kaart en verder gebruik ik hem niet zo. Wat is dan een oplossing? Nou, een van de oplossingen is natuurlijk, lees gewoon de handleiding. Maar tot onze grote verbazing hebben we gemerkt dat niemand die 800 bladzijden doorneemt. Daarom hebben we een workshop gemaakt van 6 uur. Er staan dan 10 schermen klaar.
Je gaat zitten en je doet ook gelijk de oefeningen op het scherm. Routes, waypoints. Je doet eigenlijk alles om een leuke vaartocht op het water te plannen. Werk je beroepsmatig op het water, dan zijn er nu stapopleidingen. En dan wordt er veel dieper ingegaan op de materie. Bijvoorbeeld het halen van een marifooncertificaat. Hoe kun je elektronisch navigeren? En juist voor beroepsmensen gaan we veel dieper in op die stof. En voor alle zekerheid, stap betekent dat de overheid de cursus betaalt, hè? Exact, ja. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Vaarplezier de Serie. Tot de volgende. Voor meer Vaarplezier de Serie, ga naar vaarplezier.nl of watersport-tv.nl.